De Woudruckers waren dat, Born to be Wild. We gaan ze binnenkort wel een keer met een biertje bekijken, ergens in het land. Met z'n allen, gaan we doen. Vader Gerard en dochter Irene Schouten wonnen de sportverkiezing van Geel Zwart in het zand. Gerard en Irene, welkom. Nou, als eerste maar, jullie hebben ze meegenomen, hè? Ze staan op tafel. Dat zijn er twee, horen die allebei bij de prijs? Dit is de wisselbeker die al sinds 1968 wordt uitgereikt bij Geel Zwart. Ja. En dit is de prijs die mogen we behouden. Die mag je houden. Draai hem even een slagje bij, dan kunnen we de tekst ook op de camera zien. Leuk. Ja, trots op. Jazeker, want er staan ook hele goede beroemde namen op. Ik bedoel Emiel Hopman en Barry Kneppers. Ik bedoel, het zijn nogal indrukwekkende sportmensen. Ja. En ook fanatieke vrijwilligers hebben hem in de loop der tijd ook gewonnen. Dus ja. Dat vind ik ook en heel goed. Waarom hebben jullie hem gewonnen? Ja, uit het juryrapport zeg maar, blijkt dat wij met ons team M&M, want daar hebben we het mee gewonnen. We hebben de Tour du ALS meegedaan als team M&M. En dat stond voor Margriet en Martin. Zij zijn slachtoffer van de ALS geworden. En wij hebben daar meegedaan om de Mont Ventoux te beklimmen. We hebben daar geld bij elkaar verhameld en hebben we acties voor gehouden in het dorp. Ja. En die maatschappelijke betrokkenheid was een van de redenen waarom zeg maar, wij deze verkiezing gewonnen hebben. Ja, een van de... Nou ja, het is natuurlijk ook wel een sportieve prestatie. Ja. Het was voor mij de derde keer dat ik meeging. Want de eerste keer met Margriet en mannen. Dat was de eerste keer dat de ploeg meedeed aan het zand. Omdat Margriet Slijkerman, zeg maar, toen ALS geconstateerd was. En nu was het de derde keer. En het is best een klus om met z'n tweeën. Of met nou eigenlijk vind ik het een groepsprijs, want we hebben met het hele gezin zijn we ermee bezig geweest. Mirjam, mevrouw en mijn moeder, die heeft meer dan 120 taarten gebakken, appeltaarten, om te verkopen. Ja. Dus er is best een hoop werk verzet. En want je moet een x-bedrag bij elkaar brengen en dat is zeg maar je inschrijfgeld, ja. Toch? Dat is ja. Toch en wat is het bedrag wat jullie uiteindelijk bij elkaar hebben gefietst en gelopen? Ja, 7250 euro. Ja, we moesten in ieder geval 3000 meenemen. Ja. Was jij meteen ook enthousiast, Irene, om mee te doen? Was misschien wel jouw idee. Ik weet niet, wie is er mee gekomen van jullie twee? De eerste keer was ik mee naar Frankrijk en het was een hele happening. En het zag er onwijs gaaf uit. En toen dacht ik wel, dat is wel heel tof. Toen vroeg er iemand fietsje mee. Dat was me dan een beetje te gortig de eerste keer gelijk even naar Mont Ventoux fietsen. En toen... Want jij bent wel een fietser, zeg maar. Je fietst wel, al? Ik fiets wel graag, ja. Maar niet heuvel op, heuvel af, nee, zeg maar. Nee. Want de Mont Ventoux, wat is dat voor een berg? Omschrijf dat eens in één zin. Een hele hoge, steile berg. Ja. Met een stijgingspercentage van? Nou, misschien dat Gerard dat weet. Nou, zo tussen de 9 en 11%. Ja, en er zijn uitschieters maar 14, ja. Ja, want we hebben het hier in Nederland vaak over de Alpe d'Huez, maar volgens mij is de Mont Ventoux nog net even erger. Ik heb hem niet al gefietst allebei, maar de mensen die dat wel allebei hebben zeggen de Mont Ventoux is erger. Ja. Omdat je bij de Alpe d'Huez heb je allemaal haarscheldbochten waar je dan nog een fractie van een seconde bij spreken even je benen stil kan houden. Dat heb je bij de Mont Ventoux dus niet, want het gaat eigenlijk alleen maar omhoog. Ja. Er zitten dus geen haarspelbochten in. En ja, dat laatste stuk, dat is natuurlijk wereldberoemd, waar Tommy Simpson is overleden. Dat is dat kale maanlandschap. Ja. Daar kan het ook vreselijk spoken. Ja. Jullie zijn voor ALS die berg op gegaan, maar dat is niet jullie enige maatschappelijke betrokkenheid. Ik heb begrepen dat jij, Gerard, ook jarenlang bijvoorbeeld voorzitter bent geweest van de dorpsraad. Daar ben ik nog steeds. Ben je nog steeds? Ja. Ja. Waar komt die maatschappelijke betrokkenheid vandaan? Ja, dat weet ik niet. Ik heb in onze vorige woonplaats, we hebben eerst 12 jaar in de streek gewoond in Grotebroek. Daar was ik voor mijn werk heel veel bezig, voor de vakbonds en zo. En toen wij in het zand kwamen wonen, heb ik mij helemaal toegespitst op het maatschappelijke leven, zeg maar. Dus dorpsraad inderdaad, gemeenteraad heb ik ook gedaan. Ja. Kerkbestuur, nou ja, zijn er nog wel een paar dingen. Ja. Actief, heel actief zijn jullie. Lonneke woont ook, ja, jij wil wat vragen, maar even nog. Want Lonneke woont ook in Zand. Die is altijd lovend over het dorp. Maar dan wil ik het eens van jou horen. Hoe is het om te wonen in Zand? Ja, dat is geweldig. Ik heb nog nooit ergens zo lang gewoond als hier. Dus dat zegt op zich genoeg. Ja. Ja. En wat maakt het zo leuk in Zand? Dat nou, ik er woon natuurlijk. Ja. Nee, die is flauw, Gerard. Nou, misschien, het werd net geboord, werd kneuterigheid gebruikt. Maar misschien is dat ook wel een beetje zo. Want bedoel, sommige mensen kunnen niet tegen het principe ons kent ons. Want het is natuurlijk allemaal, of tenminste heel veel families van elkaar. En er liggen allemaal dwarsverbanden. En dus, ja,
men weet ook wel snel iets van je. Ja. Sommige mensen houden maar daar niet van. Het Zand onderscheidt zich in mijn beleving, ik kom er niet vandaan, een zeer actieve dorpsraad, een zeer actieve zakenclub. Het Zand onderscheidt zich van veel andere dorpen in de gemeente. Ja. Nou ja, goed, er zit ondernemerschap in. En ze zijn ook bereid om de handen uit de mouwen te steken. Dus om iets op te pakken en wat te organiseren. Ja. Kijk, ik vind bijvoorbeeld Waland vind ik ook zo'n dorp. Daar wordt ook ontzettend veel bedacht en zo. Warmhuis is ook een dorp, zeker een paar jaar terug, waar heel veel gedaan werd. En Zand is ook een dorp wat zeg maar toonaangevend in die zin kan zijn. Ja. Wij zeggen altijd waar een klein dorp groot in kan zijn. Nou, dat kan ik alleen maar beamen. Want jullie zijn vervolgens, na al deze successen, weer benaderd voor het volgende evenement. Irene, kan jij daar wat over vertellen en maak vooral heel veel reclame? Nou, wij werden eind vorig jaar benaderd door René Hoogland uit Oude Sluis. Die gaat voor de Bas van der Goor Foundation een zesdaagse fietstocht doen. Ook heuvel op, heuvel in de Pyreneeën. Af, in de Pyreneeën. Ja. En dan moet je even uitleggen wat de Bas van der Goor Foundation is. De Bas van der Goor Foundation stimuleert sporten met diabetes. En dat is iets wat ons raakt, omdat ik zelf al 11 jaar diabetes heb. En ook weet hoe goed sporten dan voor je is. Ja, het organiseren van een spinningmarathon. Wat hij wil gaan doen om geld op te halen. Daar hebben wij ervaring mee. Dus die ervaring kan hij weer mooi gebruiken in het organiseren van zijn spinningmarathon. Dus 1 en 1 was 2. Dus jullie werden vervolgens gebeld. En wat is nu de status? De organisatie ligt bij René. Maar als het even kan, fietsen we natuurlijk mee. En helpen we hem in het proces daar naartoe om zoveel mogelijk mensen ook op die fiets te krijgen. 12 maart. 12 maart. Ik wou net zeggen, wanneer gaat dat gebeuren? In de gymzaal van Sporthal. Is dat op een zaterdag? Op een zaterdag. Zaterdag, ja. 12 maart. Van 2:30 tot 4:30. Dus dat is een mooi tijdstip. Want je kan mooi je broodje eten onder de middag. Je bent voor het warm eten weer thuis. Ja, heel goed. Of je kan nog een biertje nemen. Ik kan ook nog een biertje nemen. Piet zal gerust de sportcafé wel open doen. Dan, ja. Ik denk het ook, ja. En het is een tientje per uur. Dus op zich helemaal niet duur. We hebben in ieder geval 30 fietsen staan. En hoe meer aanbod, dan gaan we gewoon fietsen ergens vandaan halen. Maar goed, we willen heel graag die gymzaal vol hebben. Ja, dat is in maart en dan moet er straks 6 dagen gefietst worden in de Pyreneeën. Wanneer gaat dat gebeuren? Dat is in mei. Dat is in mei. Ja, ja, en nu al druk aan de training? René is heel erg druk aan training. Ja, maar jullie gaan niet mee fietsen? Wij gaan niet mee, nee. Nee. En misschien weer een keer ervan toe op? Ja, maar wat ik al zei, het kost best wel veel energie om dat geld bij elkaar te halen. Ja. En dit jaar zijn Mirjam van, nou die taarten die komen maar even met mijn oren uit. Dus er worden geen taarten gebakken dit jaar. En misschien dat we wel heen gaan, maar dan op eigen gelegenheid. Maar ik sluit niet uit dat ik daar toch nog wel een keer heen ga. Want zeker door het Margriet en mannenverhaal. De mensen die zeg maar, ook de Martin zeg maar, kende ik persoonlijk ook goed als ALS patiënt. Ja, dat heeft toch wel, dat doet je toch wel iets. En het is een hele vervelende shitziekte. Ja, het is een vervelende shitziekte die jullie die prijs heeft opgeleverd. Uiteindelijk wel, ja. Ja, gefeliciteerd ermee en leuk dat jullie er waren. Ja, oké. Dank jullie wel. Ja, en dan gaan we...